Binnen de leiding van het ministerie van LVV is onlangs een ernstig meningsverschil ontstaan met betrekking tot het beleid. President Desi Bouterse heeft naar aanleiding hiervan een spoedmeeting gehouden. Tijdens dit onderhoud heeft LVV-minister Lekram Soerjan zich dusdanig beledigd gevoeld dat hij zijn portefeuille ter beschikking heeft gesteld van het staatshoofd. De regeringsleider heeft de minister echter gevraagd dit aan te houden, zodat nagegaan kan worden op welke wijze hij anderszins kan worden ingezet. De minister is meegegaan met het voorstel van de president en heeft een ontslagbrief aangehouden in afwachting van de komende ontwikkelingen.